Vliegvelden werden gebombardeerd, parachutisten landden bij bruggen en andere vitale punten. Op de Grebbeberg, bij de Moerdijk en bij Kornwerderzand werd hevig gevochten. Binnen enkele dagen werd duidelijk dat het Nederlandse leger niet was opgewassen tegen de overmacht van de Duitsers. Koningin Wilhelmina en de Nederlandse regering verlieten het land en weken uit naar Londen. De Duitsers bezetten Nederland. In het begin lijkt het alsof het gewone leven gewoon verder gaat. Maar in een korte tijd verandert dit beeld. Joden worden in Nederland massaal vervolgd. Dit geldt ook voor de Joodse familie van Marga Minko. Marga Minko en haar familie zijn in het openbaar niet meer veilig. Duitsers, die pakken ze op, stoppen ze in de treinen. Joden moeten Jodenster dragen en mogen zich bijna nergens meer vertonen. Niet in een café, in een discotheek, in een eetcafé of een restaurant. Nergens, niet eens in een snackbar of een trein. Behalve de trein naar Auschwitz. In een korte tijd wordt de situatie voor Marga en haar familie nog erger. Haar zus wordt meegenomen en op trein gezet. Zij en haar familieleden moeten gaan onderduiken. Dit is een afschuwelijke en dramatische tijd voor Marga en haar familie. De ouders van Marga worden als eerste van de vier familieleden gevonden. Zij worden door de Duitsers opgepakt en meegenomen met het trein. Haar zus was al weg. Haar ouders nu ook. Ze heeft nu alleen maar nog haar broer, Dave. Dit is ook niet voor lang. Dave en zijn vrouw worden na een korte tijd ook opgepakt. Zij heeft nu alleen maar haarzelf en haar verdriet bij zich. Hoe lang blijft ze overeind? Door het verdriet van haar ouders, verdriet dat ze er niet meer zijn. Dit boek is zo geschreven dat het voelt alsof je het zelf meemaakt. De onrust, de spanning en de sensatie voel je door elkaar heen. Een bloedstollend verhaal die je moet lezen. Het bittere kruid, Marga Minko. Wat vond je het boek Het Bittere Kruid? Ik vond het ergens van het boek Het Bittere Kruid. Hey Esma. Wat vond je van het boek Het Bittere Kruid? Ik vond het een geweldig boek. Super. Hey Jip. Ja. Wat vond je van het boek Het Bittere Kruid? Zeker een grijpend verhaal. Mooi. Hey Bert. Wat vond je van het boek Het Bittere Kruid? Ik vond Het Bittere Kruid een heftig verhaal.
naar jou toe. Wat vond je van het boek? Ik vond het ergens wel leuk. Hey Arthur, wat vond je van het boek? Bittere kruid. Esma, wat vond je van bittere kruid? Opnieuw. Kijk Esma, wat vond je van bittere kruid? Oh. Hey Esma. Wat vond je van het boek? Hey Jip. Ja. Wat vond je van het boek Het Bittere Kruid dan? Ik vind het bittere kruid. Ik vroeg nog niets. Omdraai weg. Godverdomme. Oh, komen er nog bloopers in? Ja. Oh, leuk. Dit wordt één blooper. We gaan dus zoeken. Niet dat hij bij hetzelfde boek werkt. Okay. Hey Bert. Wat vond je van het verhaal? Nee. Het begin. Hey Bert. Wat vond je van het boek Het Bittere Kruid? Ik vond Het Bittere Kruid een heftig verhaal. Yo Tim, wat vind jij van Het Bittere Kruid? Het Bittere Kruid is een goed boek. Echt. Echt een goed boek. Ja, het klinkt al leuk. Het klinkt al leuk. Ja, ik heb het gelezen. Ja? Maar het gaat over Jodenvlogging, Tim. Ja, dat is leuk.